Nou Saïd, gefeliciteerd. Je mag weer filmpjes posten, hè? Sowieso. Ik mag filmpjes posten. Ze konden helemaal niks doen, snap je? Want hier in Nederland kan je geen Facebookverbod geven, snap je? Alleen bij een pedofiel kan je dat doen, maar niet bij mij, snap je toch? Dan moet je wel een eerder voorwaardelijke straf uitzitten. 8 dagen, hè? Ja, klopt. Ik ga 8 dagen zitten, snap je? Ik ga kijken wanneer ik die 8 dagen ga zitten. Maar het is geen gevangenisstraf. Het is, ja, je kan internetten. Je kan achter de laptop zitten, snap je? Je kan ijs eten, je kan patat bestellen, je kan Burger King bestellen. Je hebt er zin in, dus tijd, snap. Het is gewoon een hotelletje. Nou hoorde ik dat je ook de politiek in wil, hè, Saïd? Ik wil heel graag in de politiek ingaan. Wat ik al zei, ze doen helemaal geen fuck. Daarom een oproep aan Kuzu en Öztürk. Neem me naar binnen, zodat wij elkaar bundelen, snap je toch? Ik heb heel veel fans. Misschien meer dan 2, 3 miljoen mensen zullen op mij stemmen. Misschien heel Nederland zullen stemmen, snap je toch? Ja, neem dit kans, snap je. Benut me, snap je. En dan zullen wij goede partij zijn, snap je. En jongens, ik maak je blij. Ik maak me blij. Wat ik wil zeggen is, mensen moeten wakker worden. Echt waar. Het gaat gewoon niet goed. We vechten alleen maar voor een papier geld, snap je? Alleen voor een papiertje vechten we gewoon alleen maar. Dit is een papier. Dit is gewoon niks. Ja, dit is helemaal niks. Nou ja, dit is helemaal niks. Hier, hup, hup. Dit is helemaal niks. Snap je toch? Hier, hup, hup. Helemaal niks. Hier. Wat krijgen we nou, Saïd? Hup, hup, hup. Mag jullie allemaal pakken. Hier, hup, hup, hup. Hoeveel geld ligt hier nu? Er ligt misschien 400-500 euro. Mag jij oprapen? Verdien ik ook nog eens wat? Ja, het is vakantiegeld. Je mag met dat geld naar de hoeren. Hij is voor jou. Oh. Geniet ervan.